Er zijn steeds meer alternatieven voor als je een dagje geen vlees wil eten. Maar hoe maak je nou een echt lekkere maaltijd zonder vlees? Hoe kook je bijvoorbeeld met insecten? En hoe bereid je zeewier eigenlijk? Klinkt lastig, maar dat blijkt mee te vallen. We hebben consumenten gevraagd om aan de hand van een recept een gerecht te bereiden met alternatieve eiwitten, zoals insecten, bulvruchten of zeewier. Deze spannende kooksessies sloten we af met een groepsdiscussie. Ik heb ze ook even losgegeten in die meelwormpjes, maar het smaakt eigenlijk een beetje naar hele flauwe spekjes, zeg maar. Mm. Dus het geeft wel een klein beetje het geeft meer smaak eraan dan ik had verwacht. Oké. Okay. Maar dat kan ook van de boot komen, omdat ze erin gebakken zijn natuurlijk. Ja, ja. Onder de consumenten die meededen waren ze wel flexitariërs. Dat zijn mensen die af en toe vlees vervangen door een alternatief. Maar er waren ook mensen die meededen die elke dag vlees willen eten. Tijdens het koken had iedere deelnemer zijn of haar eigen keukentje tot beschikking, waarin ze de volgende drie gerechten bereiden. Bruine bonenburgers, pannenkoeken met zeewier en algen en aardappelburgers met buffalo-wormen. Wauw, die is wel... Het ziet er wel uit als maaltijdburgers bij jou, zeg. Wow. Ja, hè? Zo. Uit de kooksessies blijkt dat veel mensen geen of weinig ervaring hebben met het koken met nieuwe eiwitbronnen, zoals algen, wieren, insecten en bonen. De proevers zijn in eerste instantie dan ook wat huiverig. Het is als even schrikken als ze horen dat ze een gerecht moeten bereiden met meelwormen. Ze zijn toch wel dood, hè? Of leefden? Nee, ik zag dat. Tijdens het bereiden blijkt dat de meeste mensen er lol in hebben en het interessant vinden om eens met dit soort producten te experimenteren. Maar juist omdat het nieuwe ingrediënten zijn, is het koken ook nog een beetje onwennig. Want wanneer is zeewier eigenlijk gaar? Aldoende krijgt men er toch steeds meer handigheid in. Iedere blijkt ook zo zijn eigen manier van koken te hebben. Zo besluit een van de deelnemers de insecten helemaal fijn te malen, zodat ze minder zichtbaar zijn in de burger. Het eindresultaat mag er wezen. Zo blijken de bonenburgers op echte burgers te lijken. En ook de meelwormen blijken best een lekkere crunch te hebben, waardoor ze een lekkere bijt geven aan de aardappelburgers. En ook de pannenkoeken met zeewier en algen vallen best in de smaak, al vindt niet iedereen het een geschikt alternatief voor een spekpannenkoek. Wil je ook eens een vleesvervanger maken van bonen, of koken met insecten, of zeewier? Kijk dan op onze website voor de recepten.